mensen van Noemer Game, leuk dat jullie kijken voor deze video. Vandaag ga ik met jullie een prank call doen. Ik heb er persoonlijk heel erg veel zin in. Ik neem deze video op met mijn webcam en ja, dat is best wel goede kwaliteit. Dus ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik ga gewoon random mensen bellen en ik ga zeggen mijn Pokémon kaarten waar je wil hebt laten liggen. Laten we beginnen. Daar gaan we, mensen. Goedemiddag, Arienta. Hallo, ik ben bij jullie wezen eten en ik heb mijn Pokémon kaarten bij jullie laten liggen. Wat heeft u laten liggen? Pokémon kaarten van Pokémon Can Catch Them All. Kent u die van die televisieserie Pokémon kaarten? Ja. Ja. Ik had namelijk een Charizard en die was glimmend en die zou ik nog ruilen met Tim. En nu heb ik mijn Pokémon kaart zeg maar bij jullie laten liggen. En die wil ik wel graag terug, want ze zijn van de eerste versie en best wel zeldzaam. Oké. Ik hoor u trouwens niet heel goed. Ik hoor u niet heel goed. Ik weet niet... Even een momentje, hè? Oh ja hoor. Goedenavond. Hallo? Oh, hallo? Ja, vraag je iets of zo? Ik heb van een collega gehoord. Ja, ik heb mijn Pokémon kaarten bij jullie laten liggen. Heb ik Pokémon? Wie ben je dan? Pokémon kaarten. Ik ben Jan. Hoezo? Maar ik heb mijn Pokémon kaarten bij jullie laten liggen. Ja, ik weet niet wanneer ben je hier geweest. Ja, ik had zeg maar net een 10 gekocht, dat is zeg maar 20 euro. En er zat zeg maar Charizard X in en die was heel erg zeldzaam. Dus ik ging naar jullie toe, toen ging ik bij jullie eten. Toen heb ik mijn Pokémon kaarten bij jullie op tafel laten liggen. Dat was vorige week dinsdag. Alleen, ik keek net even in mijn collectie en ik zag zeg maar dat die porno-gele Pikachu kwijt was. Dus ik wil ze wel graag terug. Jij wil zo graag terug, hoor. Ja, ik weet verder niks. We zijn vorige week hier geweest, maar je weet zeker bij ons later dan we hebben het nergens gevonden. Dus sorry, kan ik je niet helpen. Oh, maar ik wil ja? Ja, ik wil ze eigenlijk wel graag terug. Zoek hem even verder of zo. Oh, oké. Ja? Ja. Oké, succes. Doei. Oh my god. Je hoorde echt zo toen die vrouw zeg maar, met de telefoon zo naar achter liep beetje. Zij zei, Pokémon kaarten. Hij heeft zijn Pokémon kaarten laten liggen. En hun allemaal Pokémon kaarten. Daar gaan we, mensen. Hallo, met Diederik. Hallo. Hallo, ik heb mijn Pokémon kaarten bij jullie laten liggen. Wat? Ik heb mijn Pokémon kaarten bij jullie laten liggen. Vorige week dinsdag toen ik bij jullie aan het eten was. Hallo? 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 Wat? Je hoorde haar zo naar achter. Hij heeft zijn Pokémon kaarten laten liggen. Hallo? En hij hangt op. Wat? Goedemiddag met Nieuwbouw. Hallo, met Diederik. Hi. Hallo, ik ben bij jullie wezen eten. Hallo? Ja, zeg maar, sorry. Oké, nou ja, ik ben bij jullie wezen eten afgelopen dinsdag en ik heb mijn Pokémon kaarten bij jullie laten liggen. Wat laten liggen? Mijn Pokémon kaarten. Pokémon kaarten? Ja. Dinsdag? Ja. Oh, dan zou je even vragen, ja, of ik het wel gevonden of niet. Misschien wat, even wachten, ja, ik zou even vragen, ja? Ja. Hebben jullie dinsdag Pokémon kaarten gevonden die mensen hier eten? Kan het weer hard gebeuren? Weet je niet? Ik ben net weer hard gegeven. Die jongens, wat denk Pokémon kaarten? Oh, ik heb niet meer dat. Oh. Even een moment, ja? Is die andere collega weg? Oh ja hoor, ik heb alle tijd. Hallo? 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 Ja? Bent u er nog? Hoe gaat het komen? Bent u er nog? Wat is uw naam? Bent u er nog? Is goed. Dank voor u. Oh. Ja, kom je op, hè? Hallo? Oh, nee, dat is niet goed. Ik wil mijn Pokémon kaarten. Hallo? Hallo? Ja, hij, niemand, die andere twee is niet. Ze zei dat hij zou vragen wie over een kwartiertje nog een keer terugbellen dan. Oké, en hebben jullie misschien, nou ja, weet je, ik hou dan nogal van Pokémon, maar ik had zeg maar ook de nieuwe uitgave van Playboy Pokémon, zeg maar, waar Pikachu voorop stond met zijn cupmaatje Double D. Hebben jullie die wel? Wat zeg jij nou? Nou, ik had zeg maar tijdschrift van Playboy en er stond zeg maar Pikachu met zijn cupmaatje Double D en Charizard stond er zeg maar achter. Maar ja, het was een beetje gesensord, want dat mag tegenwoordig niet meer voor kleine kinderen. Maar hebben jullie die uitgave wel gevonden? Want ik wil heel graag bij Pokémon kaarten. Ja, maar ja, ze kunnen niks kunnen terugvinden, dus ik weet niet. Maar ik zou even vragen. Okay. Zit er gewoon Pikachu, hè? Wat zegt u? Pokémon kaarten. Is goed, bel. Oh, hier, even een moment, ja? Linda, heb je deze Pokémon kaarten gevonden? Nee, deze daar? Nee, hè? Ik kan je niet weten, dat is fijn. Hallo. Hallo. Nee, zij hebben het ook niet gezien, dus ik weet niet. Oké, nou ja, dan ga ik even verder zoeken. Ja, doe maar. Goed? Oké, maar ik wil mijn Pokémon. Oké, doei. Oh my god, deze was zo mooi. Oh. Nou ja mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken voor deze video. Vond je dit dan leuk? Vergeet niet even een groen duimpje achter te laten of een blauw duimpje. Ik weet niet wat Google Plus wil, maar laat even in ieder geval een duimpje omhoog achter. Als er lekker veel duimpjes op deze video zijn, rond de 2000, ben ik in ieder geval van plan om weer te beginnen aan een nieuwe video. Het kost me uiteraard heel erg veel tijd om zulke video's te maken. Alleen ik vind het heel erg leuk om te doen. Het is wel een beetje spannend, maar ja, ik heb het er voor over, want jullie zijn bazen. Laat even een duimpje achter. Deel dit met je vrienden op Twitter als je een followback van mij wil en als je een nieuwe episode hiervan wil. En dan zie ik je de volgende keer wel weer met een nieuwe prankcall. Laat hier beneden achter en dan komt dat ik de volgende keer moet vragen aan de mensen die ik bel. Vandaag was het, heeft u mijn Pokémon kaarten gezien? Niemand heeft mijn Pokémon kaarten gevonden. Ik zoek nog even verder. In ieder geval, laat een duimpje achter en ik zeg ciao.